een driehoek tekenen en met je passer. Dit heb je een vorig hoofdstuk gehad, dicht aan je boek welk hoofdstuk. En dit is misschien weggezakt. Dus ik heb toch besloten een filmpje hiervan te maken. Niet iedereen hoeft te schetsen. Ik ga eerst uitleggen hoe maak je een schets. En daarna ga ik uitleggen hoe teken je het. Wil je alleen dit zien? Even doorscrollen. Hè? Dan begin ik even met de schets. Nou, een schets maken, dat kan op twee manieren. Je kunt zeggen, manier 1 is gewoon de normale maat. Dus AB is 6, zo. En dan zeg je AC, van A naar C is langer dan van B naar C. Dus dan zou dit een schets zijn die in de richting komt. 5, oh, ik zit verkeerd te doen, zo. 6, 5 en BC is 4. Vind je dat nu heel moeilijk en dan kost het je te veel tijd, dan mag je... Kijk, als je hoek hebt gekregen is het anders. Als je weet dat A een stompe hoek is en B is een scherpe hoek, ja, dan kun je hem eigenlijk al schetsen. Heb je dat niet gekregen, maar alleen de maten, dan is het voor je lastiger te zien. Dan kun je deze truc gebruiken of je tekent gewoon zo'n driehoekje. En, maar dan moet je straks wel heel goed opletten of je driehoek klopt. Nou, dan... gaan we eens even kijken. Nu kun je gewoon AB kun je tekenen. Dus AB gaan we tekenen. Even kijken. En AB is 6. 2, 4, 6. Dat is hem. Nou, we zetten het erbij. A en B. En nu komt de passer. Want, wat weten we? We weten dat BC 4 is. Ofwel, C ligt ergens 4 hokjes... Ergens 4 hokjes van B af. We weten niet waar, maar ergens 4 hokjes van B. Ja, 4 hokjes van B. Dan kun je al die hokjes kun je vinden met een cirkel. Dus we gaan nu een cirkel tekenen met straal 4. Kijk, dus deze straal. Nou, dan pak ik mijn passer erbij. Daar komt hij. En dan pak ik 4 tussen mijn passer. Zo. En even naar deze toe. Hoppa. En ik teken hem. En dat je wel een stukje niet ziet, dat geeft niet. Hè? Dat je hem hier niet ziet, want het gaat om de bovenkant. Nou, die hebben we getekend. Nu weet ik, C ligt ergens op de roze cirkel. Maar C ligt ook 5 van A. Dus nu pak ik 5 tussen mijn passen. Oh. Hoppa. 5 tussen mijn passen. Dit is 4. Dit is 5. Beetje preciezer. Zo moet ik wel goed voordoen. En dan zo. Maar nu zet ik hem in punt A. Oh, daar gaan we. Wacht even hoor. Even mijn. Waar zit dat knopje? Daar. Zo. En dan kan ik nu. Heb ik 5. En als ik nu een cirkel teken. Ik krijg hem even niet verder. Maar dat hoeft niet. Oh, dat lukt. Dan zie je. Ook een blauwe cirkel. En nu zie je hier een snijpunt onderhoog, maar we kijken naar boven. Dus hier zit ook een snijpunt van die twee cirkels. En dat klopt ook, want C ligt op de blauwe, maar ook op de roze. En dat is daar. Dus daar ligt C. En heel veel vergeten C erbij te zetten. Zodat je ook eens op het moment dat jij een heel klein puntje zet, gelijk C erbij zetten. Want op het moment dat je de lijnen gaat tekenen, ja, dan is de kans groot dat je het erna vergeet. Ik vergeet het wel eens. Nou, en nu zijn er, nu gaan we deze even zo tekenen. Nu zijn er docenten die zeggen, ja, de maten moeten erbij. En er zijn docenten die zeggen, nou, dat hoeft niet. De maten hier erbij zetten, dan zet je hierbij 6 centimeter. Zet je hierbij 4 centimeter. En hierbij zet je 5 centimeter. Waarom is die schets nu zo fijn? Nou, ik zie nog best vaak op toetsen precies omgekeerd getekend. Hè, dus dan maken ze deze 5 en deze 4. En heb je zo'n schets gemaakt, wat echt heel weinig tijd kost. 5, 6, 4, ABC. Je zo gedaan en dan gaat het bijna niet mis omdat je hier 4 ziet staan en dan pak je automatisch bij B echt 4 tussen je passer. Dus kost even tijd, maar de kans is groot dat je niet scheef tekent of gespiegeld. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!